Het Directoraat Nationale Veiligheid heeft ongeveer 170 dak- en thuislozen voorzien van maaltijden en pakketten bestaande uit producten voor persoonlijk gebruik. De medewerkers van het directoraat hebben dit initiatief genomen om de doelgroep te gedenken in verband met de feestdagen. Het DNV-personeel heeft hiervoor onderling geld ingezameld om de nodige goederen aan te schaffen. Dit initiatief komt van het personeel zelf. Ik ben vaak genoeg met mijn heren samen. En we zien mensen op straat lopen. We praten over de sociale omstandigheden in Suriname. En we hebben me 2 jaar uitgesteld. En dit jaar hebben mijn heren gezegd, directeur, dit keer moeten we het wel doen. Dus we hebben de fondsen hebben de heren zelf bij elkaar gezet. Ze hebben zelf gekookt en gebakken. Ze hebben cake ook gebakken. En wij hebben een tasje gemaakt voor, met hygiëneproducten voor de bewoners van deze instelling. Warm thuis en daklozen. U weet, het Directoraat Nationale Veiligheid is in de veiligheidsbusiness, om het zo te noemen. Waarborgen van veiligheid, dat is onze hoofdzaak hier in Suriname. En wanneer je geen huis of dak hebt, dan ben je eigenlijk onveilig. Toch? Het is geen veilige situatie, je voelt je niet geborgen, je voelt niet dat je letterlijk en figuurlijk lekker kan zijn in je vel. En we willen de bewoners van deze instelling, maar ook de mensen die we later gaan ontmoeten op straat, nabij Riverplein, willen wij aangeven dat wij op deze dagen samen met ze willen zijn om hetgene wat wij hebben met ze te delen. Want dit alles komt, deze donaties komen van onze heren. Maar ik mag niet vergeten, ook nog wel een injectie van bevriende ondernemers. Waardoor we dit konden bewerkstelligen vandaag. En men zorgt ervoor, via Volksgezondheid, PCS, om de mensen te helpen. En wij als instantie denken, nog een graantje erbij toevoegen. En dan wordt het ietsje beter voor de mensen. Terwijl men werkt eraan, de doelen van de regering, ieder een huis te geven in due time. Dus wij doen ons deel. Wij gaan dus straks naar Riverplein. Gaan we daar dus een stand hebben. En elke thuis- en dakloze die langsloopt mag bij ons iets komen ophalen. Het zij een bordje soep, het zij een lekkere moksalisi en natuurlijk ook wel een lekkere cake. Allemaal gemaakt door onze heren. Nou kijk, we zijn een vredelievende natie, Surinamers. En de dak- en thuislozen zijn ook een belangrijke deel binnen onze samenleving. Ja, toch? Omdat ze dak- en thuisloos zijn, wil zeggen dat ze niet aan de middelen beschikken om dagelijks te voorzien in hun dagelijkse behoeften. Dus als directeur aan Nationale Veiligheid hebben we gezegd, als maatschappen, we zetten wat middelen bij elkaar om toch degenen die het niet hebben, toch een gezegende kersttijd toe te wensen en dat ze een gezegende kerst mogen doorbrengen. Nou, als we zo kijken naar de enthousiasme, is het heel goed overgekomen. We zijn niet alleen gekomen met wat voedsel voor de maag, maar we zijn ook gekomen met middelen voor het dagelijks onderhoud, ja, zoals toiletartikelen. En het is heel goed overgekomen bij ze. Ze zijn heel dankbaar en enthousiast. En als directoraat Nationale Veiligheid zorgen we niet alleen voor de veiligheid van de hoogwaardigheidsbekleders, maar we zorgen ook ervoor dat de mensen, de samenleving, ja, dat we een goede indruk maken op de samenleving. En dat niet alleen het veiligheidsaspect naar buiten komt, maar we zijn Surinamers, we houden van elkaar, we leven met elkaar. En dat is zeer belangrijk voor directoraat Nationale Veiligheid. We zijn vandaag hier op het Riverplein in verband met het verstrekken van voeding en een pakketje aan de dak- en thuislozen. Ja, in zo'n ziplock zakje heb je een rol toiletpapier, je hebt een oxelstick,
Je hebt een pakje poedersheep, je hebt een tandpasta en een strip condooms. En voor de vrouwen krijgen dan een pakje manverband. Kijk, als we het hebben over dak- en thuislozen, dan weet je van dat ze bepaalde dingen zichzelf niet kunnen veroorloven. Toch, ze willen het graag, maar ze kunnen niet. Om eerlijk te zijn, het doet de mens goed op straat. Kijk, ik ga dat gevoel voor je explainen. Het is geweldig wanneer je dan dit soort momenten hebt om te weten dat je nog mens bent. Dat er nog mensen zijn in de wereld die ons nog ziet als mens en niet als junkie zoals van ieder genoemd wordt. Terwijl me ook toe ben ik al grap dat ik haar allemaal junkie heb, dat op de straat hier, want nu daar ik zelf 29 maanden zwerver ben. En een aantal interviews heb gehad met die gasten, ben ik gaan ontdekken dat inderdaad de grootste groep is wel jonkie. Dan heb je de tweede grote groep, dat zijn de homo's. Dan krijg je dan mij en mijn mannen oorlogsmilitairen. Je hebt de mannen dan die uit een huwelijk gevallen zijn vanwege beschermingsbevel. En de kleinste groep zijn de gehandicapten. Het zijn 5 groep mensen die op straat zijn. En geloof me, je bestelt het niet op www.zwerver.com. Toch, het overkomt je gewoon. En ik ben er nou eenmaal. En dit soort gebaren laat jou voelen dat je nog steeds mens bent. Ik heb daar net een lepeltje genomen uit een bak moxalis. En moet ik eerlijk, mee op je vierboom, mee je vierboom. Ik zie dat er een pakketje is met toiletspullen en drinken. In elk geval. Voor een zwerver is dat een geweldig pakket. Tandpastatorie, tandenborstel, zeep, toiletpapier. Dat is een geweldig pakket. Kerst is een periode waar iedereen zo'n happy feeling heeft. En ieder die zwerver is, was eens een keertje in een huis. Vermoedelijk met gezin. Ik bedank aan mijn gezin, anderen misschien met ouders. En dan... Ik ben even emotioneel. Maar je gaat even in een periode dat hij. Dan voel je even weer die vibes van, ah, zo was het met mijn gezin of met mijn familie. Dus, had je wel mooie vibes. Elke organisatie die de moeite maakt om daklozen te eten te geven of te drinken, is een geweldigheid. De gemeente Logos die komt elke dag tussen 12 en 2, van maandag tot vrijdag. Maar dat wil zeggen dan, zaterdag, zondag, VCD, dan sta je weer aan het bedelen. En gelukkig, Suriname heeft een prettig volk. We zijn een grote familie. En Surinamers zijn lief naar Surinamers. Het lukt nog steeds, anno nu, dat we geholpen worden door burgers. En, maar dit is geweldig. Dit helpt al een heleboel.